Yo allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video gaan we weer Formule 1 2019. Zoals jullie zien. Dit skip ik gewoon, omdat ik er geen zin in heb. En ik heb volgens mij de kwalificatie en de race. Ik heb er zin in van Duitsland. Ja boy. Kwalificatie en de race van Duitsland. Ik ben hem. Tum. Nou, nog elf races hier aan. Zo, hierna nog 11 races te gaan. Welcome back to qualifying, where we're waiting for the lights to turn green in the pit lane to signify the start of the session here at the Hockenheim Ring for this weekend's German Grand Prix. Yeah, boy. In recent seasons, much talk has been made about tyre wear. Some say it gets in the way of the racing, others say it's always been part of the sport. Church Are we going to see drivers trying to look after their tyres here, or throw caution to the wind and worry about that when it becomes a problem? Tyre wear is always something you have to consider to a certain degree. Finding a good car balance that suits the circuit will help prolong the life of the tyre, but it's true that some circuits, such as this one, are more challenging than others. How hard you can push them depends on your strategy and how tight the battle is around you. Ik ga op de softs beginnen. Excellent lap. We're really pleased. And with qualifying complete, let's review our top three today. The captain, Hamilton, and Sebastian Vettel. With qualifying wrapped up. Yeah, boy. Well done. Very solid result. You're looking good for the race. Wow, dat wist ik nog echt niet, man. There's nowhere at all I'd rather be today than here at Hockenheim for the German Grand Prix.
We have an incredibly competitive field this year, which means we should be in for a treat. And judging by the sea of people filling the grandstands, there's a fair-sized chunk of Germany that agrees with me. We're racing in the Rhine Valley this weekend, the home of many of the sport's finest competitors. The 2.8-mile Hockenheim Ring requires precision through the technical stadium section and great raw speed down the long, flat-out curve towards the popular overtaking zone of the Turn 6 hairpin. Watch out for a lot of wheel-to-wheel action there today. And it's an absolute pleasure to be joined once again by Anthony Davidson. Let's begin by talking about Antonio Giovinazzi. As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The captain lines up on pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Vettel, Butler, Lucas Faber, and Verstappen, Raikkonen, Sainz, Perez, and Lando Norris, Magnussen, Hülkenberg, Daniel Ricciardo, and Kvyat, Stroll, Grosjean, Pierre Gasly, and George Russell, Kubica, and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Nou, Robert Kubica heeft, is deze keer niet laatste. This is our engine supplier's home Grand Prix. Let's give them a race worth watching. Ja, het zijn 17 laps, maar ik wil nu een lap 5. Dus ik kan het 10 doen. Zo. Krap. Goed zo. Zo. En dan wordt het een saaie race tot het einde. Oh, met rest van bij Hamilton. Hamilton schaam je. Schaam je. Schaam je. Oké, wacht. Die replay moet ik toch wel even zien hoor. Nee, maar hier heeft hij Hamilton al ingehaald. Oh nee, kijk, hier zijn ze nog goed. En daar heeft hij Hamilton ingehaald. Kabam, dat is Hamilton's plaats. Weg kan loesem en is het jeugd. Maar zo. Maar, hoe heeft Hamilton hem trouwens ingehaald? Oh. Oké, okay, gewoon door slipstream volgens mij. Hallo. Nice start.
zo ben ik er niet mee. Oh, daar schrijf ik een beetje uit. Oh. That's a new fastest lap for the race. And there you go. And the safety car comes in, it's gelijk disabled. So, ik zou gewoon aan het vechten met een haas, maar of gewoon met Grosjean of Kevin Magnussen. En de Forster Williams kan het gewoon nog bijhouden. Dat is het allergekste. Dat ze het gewoon bij kunnen. Daar zit een vraag in over Williams. Zo, misschien iets beter dit. Oh, sorry. Oh ja, pas lap 9. Pas lap 7, dus dat is helemaal vreemd. Dat ben ik dom. Waarom zou je nu met safety laps voor het gisteren gaan? Dat is gewoon dom. Ik wist dat hij dat ging zeggen. En daar gaat het hier weer minder exit heb. Ik hier ook, dus ik heb. En we ook mijn lab niet meer kan verbeteren van 1.17.8 naar... weet ik veel, bijvoorbeeld een 1.15.9 of zo, I don't know. Nee! You have a lot of... oh my lord. Kijk wat er gebeurt. Hier ga ik over het gras, hier doe ik. Hier wijd komen dan. Tik en dan. En waardoor ik daar nog meer. Gelukkig waren we niet heel erg ver in de. This is our engine supplier's home Grand Prix. Let's give them. Mijn oude moment.
En Lewis heeft een veel betere start. Bruin nu. Oké. Nope. Yes. Eindelijk. And now we can go. Nu zijn we goed weg. Nu zijn we goed weg. Nu zijn we heel goed weg. Binnen nog niet eens de laps tijd ben ik nu al 4 seconden vanavond ben weggereden. Binnenkant, juist. Nog even 6 seconden erbij voor om de 10 seconden aan te tikken om binnen 2 laps tijd voldoende weg te rijden. Vind ik knap. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Ik zit nu ook gewoon op dezelfde strategie als die andere jongens. Als iedereen anders, volgens mij. Of misschien niet iedereen anders, maar dat er een paar mensen... dat er een paar mensen... Oh mijn god, iedereen! Kan je even je mond houden met een... Wow, klap, 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 klap. Maar dat er misschien een paar mensen op de medium zijn gestart en dat ze naar de softs gaan. Je binnen 3 laps tijd nog even 6 seconden erbij, goed zo.
approaching the pit window, you'll be on the mediums. Yeah. Dat weet ik nu ook wel, hoor, Jeff, dat ik drie laps naar binnen moet. Om te pitten. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Wow, dat wist ik nog echt niet, man. We zijn ook echt niet op 40% links voor en links achter en op 30% rechts voor en rechts achter ofzo, hoor. Nou, wist ik nog echt niet. Natuurlijk wist ik dat al. Eigenlijk zou ik nu deze lap hier naar binnen moeten gaan, maar... Dat doe ik lekker niet. Ik ga lekker nog even lekker... Even lekker twee laps door. Volgens mij doen alle andere mannequins dat ook. Gewoon wel in lap 7 dat ze naar binnen gaan. Ik weet niet wanneer ze anders naar binnen gaan. Nee toch? Oh my lord. Seeing major wing damage. Box, box, box. Right, come in at the end of this lap. Oh, dit duurt zo lang. Het kost me zoveel tijd. Het kost me zoveel tijd. Oh, Lou is ook in de pits. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Oh, gelukkig. Dankjewel, Louis, dat je in de pits bent. Oh. Dat was even een close call. Eigenlijk zou ik pas volgende ronde in de pits gaan. Nou, nog 11 rondes te gaan. Ik ben lekker bezig hoor.
what? Ze zijn nu in de pits of zo. Denk het. Ja, green flag, green pauw. Flag, balen. Kijk dit hele treintje dan. Ik zou zoeken weer als ik hem zo kan bijhouden voor 5 man. Zo. Dikke chaos. Jovinazzi, Jovinazzi. Juist. Wat? Wat? Collision with Stroll? Hier, oké, okay, stop. Zo. Oh, dat was het al. Oh, oeps. Ja.
Waar is Stroll? Hey, goed zo iedereen. Oké, dit is Sainz nog eens. Je bent lekker bezig, nog eens. Je bent lekker bezig. Oeh, sorry. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Sorry, Stroll. Wacht. Ik moet gewoon even kijken hoe het eruit ziet. Hier. Oké. Ik ga nu niet mijn reset nu doen hoor. En ik heb er 5 miljoen. Nu heb ik nog 4 laps nodig. Dus nog 4 laps aan de rest. Update on the car for you. Tires are looking very nice. Shouldn't have to worry about the wear too much right now. Okay, thank you. Well. You're leading the pack. P1, that's Lewis behind. They're on fresh mediums. That was our last stop. No more scheduled pit stops. 4 laps remaining. Bam, daar gebeurde het. Nee, ik zei even in mijn hoofd, ik wil het niet nog een keer laten gebeuren. Dat mijn andere voorkeur gewoon afging, dus daarom wacht ik even. If it takes too much damage, it should be a few laps at least before you start feeling too many tire issues. They seem in good condition for the time being. Your brakes are at a good operating temperature. Nou, dat is fijn, maar ik wou iets anders vragen. Okay, here's who we're really fighting today. Weber and Hamilton. Wat? Dat deed ik niet. Volg me rechtstuk dan. Vettel, Max en
Butler zijn dik aan het fighten. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Dry seem like the fastest tire at the moment. This is your final lap of the race. So. Fantastic. You've won the Grand Prix. Yes, another historic win under their belts. Well done to the team at Mercedes. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them is losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot, a well-earned victory for Mercedes. Een Amerikaan, een Nederlander en een Duitser. Hé, toch nog een Duitser op het podium. And now let's take a look at the driver standings. The captain increases their championship lead. Let's focus on the driver of the day. Anthony Davidson, who do you pick? My driver of the day has to be, no question, Antonio Giovinazzi. Such an assured drive from one of the sport's newer stars, and a performance he can be very, very proud of. It's time to check out the constructors' standings. Mercedes continue to extend their lead. Another team that will be satisfied with this Grand Prix is Alfa Romeo, whose good result moves them further up the championship. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. Nou, Claire komt nu sowieso.
Dat komt bij elke race. Great workout there today. Let's have your thoughts. It was more like dodgems than Formula One today, wasn't it? Your team must be ecstatic with how you're performing. You and Lucas seem to enjoy yourselves up on the podium today. So talk us through what happened between you and your rival today. Great. Well, that's everything. Nou, alsjeblieft daar, Waffy. Alsjeblieft daar. Oh. Ja la 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 ja la 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 la. Great okay. Work this weekend. It was fantastic to see you up on that podium. Oké, maar ja, even kijken wat de volgende is. Oh nee, oké, Hongarije. Maar ja, dit was voor de video. Wacht. Maar hier krijg ik een crit penalty voor. Laat ik dat maar niet doen. Deze zet ik nu 3. Voor de rest is alles goed. Ja, maar ik wil hier geen crit penalty voor krijgen. Oh, oké. Nou, doe dan maar. Er stond there is no penalty for this action. Maar ja, dit was voor de video. Oh, wacht. As the current gearbox is... complete six races in new gearbox. Oké, maar ja, dit was voor de video. Like en abonneer. En ja, ik zie jullie bij de volgende video. Later!